Er is heel groot nieuws in de schaapskudde. Wat is er gebeurd? Er is vanochtend een vierling geboren. Dat is heel zeldzaam, ja. Hè? Dat hebben we hier nog niet gehad. Dus wel drielingen, maar geen vierling. En van het jaar hebben jullie ook al zoveel tweelingen. Ja, dat klopt ook. Wij zijn al even aan het rekenen geweest afgelopen zondag. Toen moesten er nog 60 aflammeren. En hebben we een beetje gerekend. Nou, dan kunnen er nog wel eens 80 komen. Maar als dat met 4 tegelijk gaat... Ja, nee, we hopen het niet meer. Maar dat is natuurlijk wat te veel voor een schaap. Maar ja. Nee, we moeten nu nog, denk ik, 25 ooien en dan zijn we erdoor. En hoe lossen jullie dit nu op met voeding? Bijvoeren. Ja. Ja, dat is niet anders. En dan kiezen jullie er ook niet een paar uit om bij te voeren, maar dan gaat het hele spul gewoon. Of alle vier, of er moet straks een schaap krijgen die maar één lam heeft of geen lam. En dan komt er daar eentje bij onder. Dan los je dat mooi. Ja. Ja. Jullie halen een truc uit met zout, begrijp ik. Wat is dat precies? Nou, de schapen als ze op stal krijgen, krijgen ze geen zout. Dat doen we pas op het moment dat ze gelammerd hebben. Maar mochten we een lam bijzetten, dan wordt er zout over de rug gedaan dat het schaap aan het likken komt, omdat hij gebrek heeft. Maar ze hebben zout nodig en als je het weghoudt totdat ze gelammerd hebben en dan wel gaat geven, dan kun je daar nog gebruik van maken door zout op het lam te strooien, dat ze daarmee gaan verder gaan. Een moeder die doorgegaan is en dat lam, dat wisten we niet waar we ermee heen moesten en hebben we zo bij een andere moeder neergezet voor nood. En er was geen 5 minuten, nam die maar aan. En toen hebben we er ook zout op gedaan gelijk. Ja. Maar dat verbaasde ons ook een beetje dat zo snel ging. Nu zagen we net 2 meisjes erbij. Zijn dat stagiaires of zo? Ja, AOC. Landbouwschool was dat vroeger. Ja, ja, ja. Nou, die maken ook iets bijzonders mee, ja, hier. Ik val echt met de neus in de bodem.